Eerst even een kleine ode aan Barry Hulshoff. Deze week overleed hij op Ajaxiet op 73-jarige leeftijd. Barry Hulshoff, de stoere stopper met zijn lange manen en de indrukwekkende baard. Basisspeler van het grote Ajax begin jaren 70. Ach, dat verhaal kent u natuurlijk al. Ik leerde Barry Hulshoff kennen bij Ajax, ergens in de jaren 80. Ja, je hoort het goed. Ik, Robert Maaskant, ik speelde bij Ajax die tijd. Nou ja, in de tweede. En dacht toen al, het eerste, dat ga ik never nooit niet halen. Dus ik word trainer. Maar daarom liep ik stage bij de jeugd. En daar liep Barry ook rond. Johan Cruijff was trainer van het eerste elftal. En Cruijff werd ontslagen in 88... In de trainerskamer van de Meer, weggestopt in een hoek van het oude stadion, een pro- en een anti-Cruijffkamp ontstaan. En die twee probeerden elkaar fanatiek uit te roeien. Te midden van die giftige sfeer bleef Barry Hulshoff als een gentleman fier overeind. Barry was Zwitserland, en dat bedoel ik positief. Te aardig om hard te zijn, te goedmoedig om een kant te kiezen. Later in mijn carrière kwam ik hem weer tegen toen ik trainer werd van Willem II. Barry was daar toen kortstondig technisch directeur. En ook recent nog, langs de lijn bij jeugdwedstrijden, als scout en begeleider van talentvolle voetballers. In tegenstelling tot de rest van de jaren 60 generatie had Barry nog steeds dat lange haar, soms ook in een staart opgebonden. Stevast op gympies en eerlijk nonchalant gekleed. Ik vond het een wereldvent. Als TD heeft hij het niet gered. En misschien wel omdat hij te aardig was. En is dat een schande? Nou, ik denk het niet. De voetbalwereld is fantastisch en leuk, maar soms ook koud, hard en gemeen. En Barry was een heleboel, maar dat zeker niet. Barry Hulshoff, een amabel mens en fijn mens. Rust zacht.